We gaan 2018 goed beginnen, want op 29 en 30 januari organiseren we in de Rij in Amsterdam twee evenementen rondom de crypto. Allereerst de Crypto Economy Conference. En dat is een conferentie die komt van San Francisco, die gaat naar Londen, naar Amsterdam en vervolgens naar Azië. Waar 40 bedrijven die allemaal bezig zijn met een ICO, de nieuwste vorm van eigenlijk venture capital financiering voor bedrijven, laten zien hoe deze vorm van financiering gebruikt kan worden met allemaal experts die daarover praten. Dat is bedoeld voor de professionele investeerder en die is zeg maar in het Engels. Het tweede evenement is de Dag van de Crypto en dat is laagdrempelig, bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in crypto. Wat moet je daarmee naast de Bitcoin, de Ether, wat voor verschillende soorten munten zijn er, hoe investeer je erin, waar koop je ze, hoe bewaar je ze veilig. Wat zijn de mogelijkheden voor beginners? Er is een crypto voor dummies en aan de andere kant ook voor gevorderden. We gaan ook praten over het belang van de crypto-economie voor Nederland. Normaal is die echt heel scherp gedifferentieerd. Er zijn enorm veel voorstanders en heel veel tegenstanders. De financiële wereld is over het algemeen tegenstanders. En ik ga gewoon experts bij elkaar brengen van beide werelden om te kijken, kunnen we nou niet alleen maar zeggen of het een hype is of dat het het geweldigste nieuwste ding is, maar kunnen we kijken op een nuchtere manier wat het nou eigenlijk betekent voor de economie van Nederland. Op 29 en 30 januari kom naar de Rij. Als professionele investeerder of als iemand die geïnteresseerd is in cryptocurrency. Want het worden gewoon twee hele bijzondere dagen en een goede manier om het jaar te beginnen.